Op de elementendreef ziet de politie deze grijze Volkswagen Polo. Hij keert en de politie laat hem voorgaan. De auto heeft groene kentekenplaten, een zogenoemd handelskenteken, vooral gebruikt door autohandelaren. In verband met wegwerkzaamheden mag je hier niet harder dan 30. Maar de bestuurder van de Polo geeft flink gas. De bestuurder wordt meerdere malen gewaarschuwd door middel van borden. Er zijn niet direct werkzaamheden te zien, maar volgens de wet hoeft dat ook niet. De aanwezigheid van de borden is leidend en de gevaarzetting is aanwezig, in dit geval een afgesloten rijstrook. Dat er inderdaad gewerkt wordt, zien we hier. De bestuurder kennelijk ook en hij houdt in. Maar zijn snelheid is dan al geklokt op een gemiddelde van 144. Dat wordt een heel hoge boete. Verderop wordt de auto aan de kant gezet. De 22-jarige bestuurder vraagt of het bij een waarschuwing kan blijven. Maar de politie is onverbiddelijk. Naast de boete mag hij zijn rijbewijs inleveren en wordt hij aangemeld bij het CBR voor een dure meerdaagse verkeerscursus die hij ook nog eens zelf moet betalen.